Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben vroeg opgestaan vandaag, want ik had echt enorme keelpijn. Ik voel weer als ik aan het worden ben. Echt kut. Maar goed, ik heb nu een meeting met een PR-bureau in Rotterdam voor een verandering. Want normaal gesproken heb ik alleen maar meetings in Amsterdam. Dus gelukkig is er vandaag eentje in Rotterdam. En daar ga ik nu heen. Ik heb lekker koffie gehaald voor de verandering. Een flesje water. Dus ga ik lekker drinken en dan rij ik rustig door. Kijk, ik ben inmiddels thuis en ik ga nu Surinaamse kip maken. Ja, alweer kip. Met rijst. Nesim is de laatste tijd helemaal into Surinaams eten. Dus ik probeer het een beetje na te maken. Dus ik heb voor alles gekocht. Ik heb trassie gekocht, maar ik heb er ook een andere van. Wacht. Ik heb ook de poedervormer van gekocht. Kun je het zo zien? En ik heb deze maggi blokjes gekocht. Die zij in de Surinaamse keuken altijd heel veel gebruiken. Sambal, gehakte gember, gehakte knoflook, ketchup manis. Ja, dat is het een beetje. Ik ga mijn best doen. Nou guys, het is wel echt een heel slechte vlogdag. Ten eerste ben ik 's ochtends dus naar die PR-bureau gegaan. Het ging heel goed. Ik heb heel veel leuke dingen gekregen. Laat ik jullie allemaal nog even zien. Ik heb echt super leuke ringen ook gekregen. Maar ja, even serieus, mijn nagels zien er niet uit. Dus ik ga mijn nagels doen en laat ik jullie allemaal zien hoe ze staan. Oh, Esmee Wild. Hallo? Hi babe. Ja, ik ben er bijna met 8 minuten. Het is echt fucking erge file hier. Oh, ja, ik ben er al. Ja, ik ben onderweg. Zal ik even denken, willen wij nu onze avond doen? Zal ik even vragen? Of bellen op de krant überhaupt? Want wij dat helemaal niet bel. Ja, vraag maar. Maar maakt niet uit hoor. Nee. Wat jij wil. Maar babe, ik moet echt op de navigatie kijken, want ik ben helemaal tussendoor gereden. Is goed. Love you, doei. Love you, doei. Even kijken of ik goed rij. Ja. In ieder geval, ik heb dus heel leuke dingen gekregen. Ik ga het allemaal zo naar jullie. En er echt super leuke mensen. En ja, binnenkort zien jullie wel wat meer. Ik kwam thuis, dan heb ik lopen schoonmaken, opgeruimd. Van een vriend van Nessie, want toen heb ik even voor ze gekookt heel snel. En ben ik er vandoor gegaan. Ik heb me even opgefrist, ben ik er vandoor gegaan. Ik heb een pet opgeruimd, omdat ik mijn haar niet wou doen. Jongens, elke keer als ik een pet op heb, dan wil ik dus mijn haar niet doen. Dan heb ik geen zin om mijn haar te doen. Ik vind het niet mooi. Ik haat een pet. Maar het kan even niet anders. En nu ga ik even naar Esmee. Esmee heeft vandaag een begrafenis gehad. En ik wil mijn vriendinnetje steunen. Dus we gaan even lekker ergens chillen. Ergens zitten en even kletsen. Besef, ik heb een fles nog steeds niet opgedronken. Ik ben op de helft. Okay, wij gaan nu lekker pasta eten. Hi Esmee. Doe nou even, gooi even je kip. Doe nou even voor wat je elke keer doet. Nee, hij gaat nu eten. Nu is die kip misschien al dood, volgens hem. Ah, jammer. Kijk, nu gaat hij die bot eten. Hij eet zelfs hier het bot van. Ik snap er geen helemaal niks van. Bakkens? Weet je wat hij net deed? Hij gooide gewoon die hele kip helemaal in de lucht. En hij brandde precies op mijn telefoon. Ik ben helemaal boos op Kench. Kent hij? Wat doe je nou? Weet je wat hij doet? Ja. Hij neemt de aanloop en hij springt nog om die kip. Pak die kip, gooit die kip op mijn bank. Ik werd helemaal lui. Ik werd helemaal lui. Kijk, jullie tippen daar ook overal. Kijk. Ja! Schoonmaken elke dag. Ik ga heel stuk. Hé, hier, eet je kip. Hij heeft het door. Zo weer vliegen. Alles niet goed. Goedemorgen jongens. Ik heb de afgelopen dagen in bed gelegen, want ik voel me echt ziek. Erg als mijn keel. Ik ben een beetje verkouden. Ik weet niet echt precies wat ik heb, maar ik voel me echt gewoon zo slecht. Ik zal vandaag mijn nagels doen, maar ik had het eigenlijk afgezegd.
Want ik dacht, ik ga lekker in bed liggen. En ik ga verder niks doen vandaag, maar het ziet er echt niet uit. En ik moest sowieso deze dagen gaan, dus ik denk van, ik ga me gewoon lekker inpakken. Ik ga mijn nagels gewoon doen. Ik ben nu wachten op Esmee. Ik heb echt de afgelopen dagen echt helemaal niks gedaan. Gisteren ben ik wel lekker uit eten geweest met Nessie, maar het heeft me echt heel goed gedaan. Ik heb lekker Hollands gegeten met Nessie. Dus ik ben echt aan het twijfelen welke kleur ik moet doen. Ik wil eigenlijk echt heel gek doen en voor zo'n kleur kiezen. Maar ik vind zo'n kleur rood ook echt mooi. Ik ben aan het twijfelen. Hey guys, ik ben net thuis zoals jullie kunnen zien. Ik voel me echt veel beter dan vanochtend. Maar ik voel me altijd in de ochtend veel slechter als ik ziek ben. En nu gaat het gewoon veel beter. Ik heb wel echt nog last van mijn keel, maar dat maakt niet uit. Ik ga zo lekker koffie maken. Ik ga Netflixen. Voor de rest ga ik niks doen. Wat ik wel ga doen is een haarmasker uitproberen. Ik heb laatst mijn haar geverfd. Altijd na het haarverven gebruik ik daarna echt gewoon wekelijks een haarmasker. En ik heb tot nu toe eigenlijk nooit echt een heel goede haarmasker ontdekt. En ik heb laatst deze haarmasker gekregen van MeBeauty. Is de Moroccan Miracle Hair Mask. En het is een haarmasker met arganolie en die is voor alle huidtypes. Die is voor alle haartypes, ook voor krullen. Maakt je haar zacht en shiny, staat er. De eerste stap, wat gaan we nu doen? Wat ik nu ga doen is, ik ga gewoon de haarmasker indoen. En dan laat ik die morgen zien wat het resultaat is. Lijkt me wel handig. Als eerst gebruik het masker op handdoek droog haar na het douchen. Nou jongens, ik heb net mijn haar gewoon gewassen. En ik ga nu de haarmasker gebruiken. Plaats het mutsje op je hoofd en masseer voorzichtig het masker in je haar. Plaats het mutsje op je hoofd en maak het vast met de sticker. 30 minuten moet zijn werk doen en was het daarna goed. Oké, let's start. Ik heb trouwens mijn nagels gedaan, dus dat merk ik één keer. Ik had echt zin in glitters. Maar altijd als ik zulke nagels doe, ben ik ze na 2 dagen zat. Ik vind ze nu nog leuk. Ik ben benieuwd hoe lang ik dit leuk ga vinden. Maar goed, ik ga beginnen met de haarmasker. Als je goed kijkt, kijk hoe het eruit ziet. Zie je hieronder dus het masker zitten. En het ruikt echt zo gruwelijk lekker. Niet normaal. Jongens, het ruikt echt lekker. Kijk even. Zo ziet het er van binnen uit. Zo krijg je hem dus. In principe krijg je een mutsje. Waar de masker al in zit. En een stickertje. Met deze sticker kan je de muts vastmaken aan je hoofd. Het ruikt echt ongelooflijk lekker. Oké, ik zie er echt prachtig uit. Plaats het mutsje op je hoofd en masseer voorzichtig het masker in je haar. Jongens, dit ruikt wel echt super lekker. De geur geef ik gewoon echt een dikke 10. Ik vind het echt zo lekker. Ik heb het gevoel alsof mijn haar er nu al zachter van wordt. Hè. Ik maak geen grap. Plekken komen eruit bij mij. Hey guys, ik heb dus met stickertje het mutsje vastgemaakt. Oh, niet zo goed. Moet ik zo vastmaken aan mijn hoofd. Ja, nu is die goed. En nu moet het dus 30 minuten intrekken. Daarna moet ik het gewoon heel goed uitwassen. Dat is wat ik nu ga doen. Het ruikt echt ongelooflijk lekker, jongens. Echt. Ik ben echt blij als het echt zijn werk goed doet. Het ruikt super lekker. Het voelt heel lekker aan. Ik hoop dat het echt zijn werk goed doet. En dan laat ik jullie straks het eindresultaat zien. Oké, guys. Ik heb toch besloten om mijn haar nu te laten zien. Ik heb net mijn haren gewassen en een beetje gefeund. En mijn haar ruikt echt zo lekker. En het voelt echt zo zacht aan. Echt oprecht. Dat is het beste product van MeBeauty die ik ooit heb uitgeprobeerd. Het voelt echt zo lekker aan. Echt heerlijk. Love it. Jongens, na het wassen heb ik deze serum gebruikt voor mijn haar. Het is de serum van MeBeauty. En dit laat je haar ook echt glanzen. Ik vind deze geur wat minder aangenaam dan de masker. Maar deze is ook echt zo fijn. En ik heb deze al een tijdje gebruikt hoor. Dat kan je hier ook gewoon zien. Hij is alweer bijna op bij mij. Met het maskertje en deze serum echt de allerbeste producten van MeBeauty tot nu toe. Wil jij ook het haarmasker uitproberen van MeBeauty? Dan kan het ook. Ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. En dat is Miriam Hair. Oké, guys. Ik ga nu slapen. Het is een heel rare belichting. Want ik ben zelf aan het shine met mijn camera. Met mijn mobiel bedoel ik. Op mijn camera. Ik heb geen zin meer om op te staan.
En ik wil mijn vlog nog even afsluiten. Ik heb me klaargemaakt. Ik ga lekker slapen. Ik hoop dat ik me morgen weer lekker voel. Ik zie jullie morgen weer. Doei.